Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Goedemorgen. Goedemorgen. Thomas. Ik zit hier al een tijdje. Thomas, ik heb een openingsvraag. Ja. Hoe zal Fabio Jacobsen vanochtend wakker zijn geworden? Nou, misschien even voor de luisteraar thuis. Hij is nog niet wakker. Nee, want wij nemen dit super vroeg op. Hij is nog lang niet wakker. Ja. Wij wel. Wij zijn wakker. Dat doet hij goed. Ik hoop wel dat hij zich beter voelt dan jij toen je net naar binnen kwam. Ja, ja. Maar, nee, die wordt zometeen wakker. Ja. Een uurtje, anderhalf uur. Ik hoop dat hij een goede nacht heeft gemaakt. En... Hoe zag hij eruit? Want dat is de achtergrond van de vraag. Ja, het is altijd gewoon kloten, zoiets. Volle vol teleurstelling. En dan de schaafwonden, huid eraf, moeilijk geslapen, spierpijn. Ja. Ja, het is gewoon heel vervelend. Een rit waar jij niet echt geschikt voor bent. Hij is niet geschikt voor vandaag. Nee. Nee, dat is geen lekkere manier om wakker te worden. Ja, en nou gaan we naar jou, want jij bent best wel... ik heb jou rond zien lopen. Ik heb het ook aan de laatste van je carrière van dichtbij mogen schaafhonden. Ik weet wat het effect is van een goede schaafhond op je knie of op je schouder of zo. Bij Lauw heeft het dan nog bijna geen effect, hè? Dat scheelt maar, wel. Maar dan, want dan gaat je lichaam gaat in de overdrive en dan moet het in de herstelmodus en dat kost energie. En nou, je typisch werd ik bijvoorbeeld een paar kilo zwaarder. Omdat het in vocht vocht, ontstekentjes. Ja. Dat was wel echt dat mijn lichaam dan wat kilo's vocht vasthield. Dat vond je vooral het kutst. Vond ik heel kut, ja. Ja. Ja, maar ja, ze moet je 3400 hoogtemeters op vandaag. En word je wakker 2 kilo zwaarder. Dat hebben wij elke dag, Laurens. Ja. Heb jij wij zijn elke dag zwaarder dan jij bent, met je hoofd. Heb jij een soort van... standaard procesje als wielrenner opgebouwd van oké, schaafhonden betekent dag 1 tot en met 3 dit, dag dan. Nou, kijk, er is wel een algemene consensus nu in wondverzorging, in tegenstelling tot denk 20 jaar terug, is dat nat houden, weet je wel. Dus we hebben een beter worden podcast over gehad, dus het wordt gewoon goed verzorgd, het wordt goed schoongemaakt. Tegenwoordig nemen mensen wel preventief wat vaker antibiotica, zodat het niet gaat ontsteken. Ik heb het nog wel eens gewoon met een föhn gewoon goed droog gehouden. Ja, dichter. Vroeger op school, toch? Ja. Gewoon een föhn erop. Nou, mijn moeder die kwam toen... Dat had ik dus ook gehoord. Dat is de tijd dat wij elkaar leren kennen. Ja. Dat is maar dicht. Dat zei Sien misschien of zo. Ja. Moet je dicht föhnen. En dan stond ik daar in de garage stiekem die schaafhond dicht te föhnen. Ik kwam mijn moeder binnen. Wat doe je nou, joh? Waar is mijn föhn? Dus was het een föhn aan het zoeken. De föhn. Maar dat is natuurlijk eigenlijk het slechtste wat je kan doen. Want dan maak je het dicht. Dan kunnen de bacteriën er niet uit. Ik denk wel ook dat Fabio slaapmedicatie gehad heeft. Ja. Want over het algemeen lig je te draaien en te doen. En het ligt de mythe er ook van de, hoe noem je dat? De dekens, de lakens die aan je lichaam plakken, die kan weg. Want het is gewoon dus wel goed verzorgd en er zit een plakker op. Dus het gaat niet aan je plakken, maar toch ligt het niet lekker. En hopen dat je een goede nacht maakt. En qua herstelproces is het zo van... Nou, als je zo onder de schaafhonden zit, dan ben je op dag 7 voel je het niet meer. Zo. Nou, je kan wel iedereen anders. Nee, dat staat niet echt. Nee, want dan kan natuurlijk de een bij de een een stuk dieper zijn dan de ander. Ja. Het ligt eraan op welk plekje, et cetera. Het ligt aan de algemene gezondheid. Maar ik pakte wel een paar dagen in mijn hoofd van. Ja, ook, ja nee, zeker. Ja, voor jezelf. Ik ga dan zeker 4-5 dagen niet meespringen. Maar het is wel bewonderenswaardig dat je evengoed nog de etappe kan winnen. Ja. Want als het zoveel verschil zou maken... Er zijn dus mensen die gewoon of zo goed zijn of in een flow zitten... dat het wel gewoon goed gaat. Dat je denkt, hoe kan dit? Iemand vandaag, is helemaal ingepakt... en die strijdt gewoon met de eerste mee voor de etappe-overwinning. Het viel me ook op en dan gaan we naar de etappe van vandaag. Hoor. Maar het blijft toch die schaafhonden en het gemak waarmee daarover gepraat wordt. Want het was niet fitte, maar ik haal ze altijd door elkaar. Stils. Ja, die zei, nee, ik ook. Nee, het gaat wel. Het is wielrennen. gaat wel goed. Het is wel wielrennen. Het is wielrennen. Hij is wat huid kwijt. Ja. Ja, nou, gast. dat is een vrij belangrijk orgaan. Aan de andere kant zag ik een interview met Ramon Sinkeldam met de NOS. Ja. En, daar wel, hè? Daar wel. Ja, daar wel, ja. Daar maakte hij wel tijd voor. Ja. Glimlachje erbij. Hij heeft hem gevoeld gisteravond. Ja, precies. Klein sneertje her en der. Geen audiofragment. Nee. Maar de laatste 10 seconden van het interview kwam Fabio
achter hem langs gereden naar de bus. En toen stopte hij echt met het interview om te zeggen... Oeh, daar rijdt Fabio. Oeh, dat ziet er wel slecht uit. Dus bij de renners zelf speelt dat echt al van... Oeh, ah. Want ze voelen meteen die pijn en ze zien hem. En dus, heb je dat gezien, die SL7? Ja, zo. Want het was er meer de zonde, hè? Ja. Vreempje van 5000 euro. Oei. Ja, ik denk dat hij dat het ergst had gevonden, Fabio. Ja, ze zijn ook moeilijk te krijgen, hè? Nou, in de tijd van de föhn van ons was dat het ergst, toch? Ja. Je dacht, dat schaafhondje heelt wel, maar mijn wiel die moet... mijn wiel moet weg. Ja. Die Ambrosio 36 Spaaks, die moet weer getrokken worden, Siem. Mannen, de laatste opmerking over gisteren dan. Van Poppel, die ik niet dat jou nog heb gezien, maar jij hebt het thuis ook gezien. Ja, die zegt dan zo van, Philipsen weet eigenlijk niet... Wat hij aan het doen is. Hij heeft even een blackout. Daar komt op neer, toch? Ja, maar dat, daar zit achter ze, voordat een wielrenner in een interview na de race zoiets zegt, dan zegt hij toch eigenlijk gewoon... Ja, je bent een teringlaaier. Wat een mogol, heel goed. Dat is toch, of interpreteer ik dat nou? Ik denk dat je het niet zo slecht interpreteert, maar het komt er op de manier van Danny wel heel lief uit. Hij kroop ook een beetje terug. Er gaat nog een wekker. Dat is deze. Dus die van Laurens de Dam. Gaat voor de vijfde keer. Maar heel eventjes, daar zit wel veel achter, toch? Nou, ja, daar zit wel wat achter, ja. Want hij slikt het later ook een klein beetje in. Ja, nou ja, ik weet niet of dan de schuld is. Ook een hele moeilijke woorden. Zo van, een beetje vaag. Maar het is ook een lieve jongen, toch? Ja, super lief. Naar wat tapes hebben gedaan. Ja, je wil maar knuffelen als je hem zo ziet. Lichttongetje, Steef. Ja, zeker. En de beste stem in de business. Danny van Poppel crush. Danny van Poppel, ja. Het kunnen ook soft erotische verhalen worden, toch? Hij is 10 minuten wakker, hè, deze jongen. Zijn oliel zit er nog. Heeft de soft erotica alweer in zijn hoofd. De etappe van vandaag. Bonjour, aujourd'hui la cinquième étape. 162 kilometer de Pau à la Rance. Woensdag 5 juli, Pau la Rance, de eerste bergrit. We gaan de Pyreneeën in, ze komen onze kant op, jongens. 162,7 kilometer, 3700 hoogtemeters. Lekker om erin te komen. Klimmen over Col de Soudet, 15,2 kilometer, 7,25. Dat is specifiek. Procent HC. Ik denk dat er 5 eigenlijk gewoon een procent moet zijn. Dus dat 0,5, dat kan je vergeten. Col de Chère, 4,2 kilometer, à 7% van de derde categorie. En dan de Col de Marie Blanc, 7,7 à 8,6%. Categorie 1, maar heel veel zwart. Zag ik. Geels voor Yates, de bolle voor Paulus, groen voor Lafay en wit voor Pogacar. Voordat we naar de bergen gaan, want dat is natuurlijk voor de hand liggende... Gaan we eerst naar het vlakken? Nee, ik ben even naar Po. Ja. Po, toen, het is de 66ste keer dat de rit van de Tour de France in Po begint. En aankomsten 62 Tour Meubilair. Ja, zeker. Geschiedenis. Geschiedenis. Vaak ook paar rustdagen. Een paar woorden aan Po. Oh, ja. Ik herinner me rustdagen in Po best wel. Ik herinner me heel veel Bacardi Cola's aan de bar in Po. Precies dat. Dus ik ga het mensen even... Ja. In 2007 is Michael Rasmussen de Tour uitgegooid door Theo de Rooy. Thomas zat toen bij hem in de ploeg. Dat was in een hotel in Po. Was dat Ibis of zo? Wat dat? Ja, zo'n typisch Frans... Hotel aan de weg daar. En toen hebben ze daar s'nachts, die avond hebben ze daar de bar onveilig gemaakt tot 4 uur s'nachts, want ze gingen niet meer stappen. Nou ja, meer verdrietig eigenlijk. Het was natuurlijk niet leuk aan de bar, maar het was gewoon... Maar je ging niet meer starten, toch? Het hotel was hermetisch afgesloten en de enige optie was alcohol. Ja. Met wie zat je aan de bar? Nou, met Boogie. Met Boogie. Boogie. Met, Boogie. Boogie. Boogie had wel grote zo'n slechte nacht dat hij de volgende dag even iemand een toef op zijn neus gaf. Hè? Ja, ik zwaar terecht. Ja. Maar in ieder geval, daar heb ik dus in 2008 in datzelfde hotel de rustdag gehad. En toen kwamen die verhalen, die kwamen natuurlijk. En met rustdagen in Po. We zaten in het hotel met Euskadel. Dus vlakbij Spanje, Baskeland. En Boogie was er ook. Dat was datzelfde hotel. Makkelijk voor de bloedzakken. Ja. Als ze uit Spanje moeten komen en je zit op de grens. Dan komen die bloedzakken zo de grens en over. En die logistiek hadden ze ook al rekening. Ja. Maar toen is Boogie s'avonds nog achter in een busje naar de avondetappe gereden. Want smiddags was hij samen met Piet, de buschauffeur. Waren ze echt helemaal kapot gegaan met die Basken op de rustdag. Ook, ik was wat minder verdrietig alcohol misschien, maar wel. Het was wel een klein feestje. Lekker. Dus in Po zijn er inderdaad wat dat betreft
veel dingen gebeurd. Hè? Op de rustdagen waren vaak het po. Beschrijf de, want ik beschrijf de drie calls. Wat is het voor etappe? Nou, waar ik eerst naartoe wil, want we waren in het begin bezig over, ja, voor de bergen komt vlak. Maar ja, het is wel deze tour heel weinig vlak, want het is dag 5. Ja. Nou, en dat is wel heel atypisch om dan al een bergrit te hebben. Ja. Toch? Dat is, ja, dat is voor dat is wat deze tour, zeg maar, de eerste week zo speciaal maakt. Normaal heb je de eerste zaterdag een keer een bergrit. Dus dan ben je al 7 dagen onderweg. En nu hebben ze daar in Baskeland al 2 dagen toch wel bergop moeten rijden en nu weer. Dus, maar dus relatief, die eerste 2 dagen zijn relatief makkelijke dagen geweest. Hebben het zelfs alle sprinters, dat leek misschien niet op papier zo. Nee, het was wel op en af, het parcours was zwaar genoeg. Maar het koersverloop, ze hebben best makkelijke dagen gehad. Ze hebben eigenlijk niet in paniek gezeten. Nee. Ik wil naar de etappe van vandaag, naar het parcours van vandaag. Hoe zwaar is deze rit? Heel zwaar. 3700 hoogtemeters. Ja. Wat is de zwaarste klim? De laatste. Ja. De Marie Blanc. Ja. Nou, ooit opgereden? 3/4 Alpe d'Huez. Is het? Toen je dat net zo. Gisteren deed ik dat. Ga je vandaag toch opklimmen in een klimtijdrit? Jongens, gaan we het zo meteen even hebben. Eerst de etappe van vandaag. Wat voor koersverloop kunnen we verwachten? Ja, ik denk, er zijn 2 scenario's. Ja. 100%. Er zijn er maar 2. Ik leg ze voor aan Thomas. Of er gaat een groepje lopen in het begin. Want in het begin loopt er, de start is ook wel wat lastiger dan de afgelopen dagen. Dus dan gaat een klimmetje. Je hebt een klimmetje in het begin. En ik denk eigenlijk dat daar een groepje gaat lopen met goede klimmers. En dat ze het uitzingen tot de finish. Dat denk ik wel. En een andere scenario is natuurlijk dat of Poggi of Jonas wint, want die gaan dan wegrijden op de Marie Blanc. Zou een van de 2 hem echt al aangekruist hebben met Poggi? Ja, als er een hem heeft aangekruist, dan is het niet Jonas, want dit is dus volgens niet mij heeft hij hier een keer gewonnen, toch? Ja, 2020. Ja. Maar dit is niet de rit van Jonas, typische Jonas-rit met klimmen van een uur, zoals zeg maar overmorgen, die aankruist. Dat ik denk van, nou, hier kan ik Poggi pijn doen, want ik ben zoals ik het zie, is Poggi gewoon beter in klimmen langer dan 3/4 dan Poggi. En ik denk dat hij... En dat is de Marie Blanc niet. Of Jonas, ja. En dat is de Marie Blanc. Dat is 3/4 op de West. Dat is niet langer dan 3/4. En ik denk sowieso dat hij de eerste week nog redelijk veel moeite gaat hebben met Poggi. Ook die langere klimmen. Ja. Als ze slim zijn bij Jumbo, gaan ze het uitsmeren. Hoe moet Poggi doen dan? Als hij vandaag... want hij, laten we even uitgaan van het scenario. Die eerste week ik denk dat pakken. Hij de etappe wil winnen. Ja? En dat zie ik denk aan de vrolijkheid na de finish, aan een beetje met Jumbo spelen. Hij is echt on fire. En ook elke bij naast Jasper Philipsen staan, op zijn stuur zitten voor de koers. En dat gaat hem waarschijnlijk, dat is ook de enige kans wat hem gaat opbrengen. Dat kost hem energie. Ja, absoluut. Die zondagrit, we zijn met z'n allen op pad. En je merkt 3 weken, we hadden gisteren over. Het is nog best een einde, hè, voordat wij dit gaan afsluiten in Apkoude. Ja. Maar moet je nagaan als je elke dag op de fiets moet gaan zitten. Ja. En we vinden het allemaal mooi. En het is ook mooi voor de wielersport. En het is een sieraad. En misschien wel de beste ronderenner die er ooit is geweest. Hoe speels en frivol hij dit doet. Maar als jij Giannetti zou zijn... Ja, dat is het hele probleem. Hij heeft vorig jaar de Tour verloren door zijn ploeg. Je zou hem rustig houden. Dat zou je doen. Gewoon in het hok. Een klein beetje af en toe borst omlaag. Ja. Jij bent gevallen. Je hebt je pols gebroken. Dat gaan we een beetje uitmelken. Jumbo is de grote favoriet. Maar hij slaat waar hij kan slaan. Lekker, Johan. En dat gaat hij waarschijnlijk vandaag weer doen. Lekker, Johan Reineel. Maar dit is precies waar ik op dag 1 al met Eike over aan appen was. Want die ploeg, want ik heb het over de zondagrit, die ploeg van UAE die daar al de hele dag op kop reed. Want Poggi wilde de rit winnen over de Jaisky Bell. Ja. Uiteindelijk wint Lafay, maar Poggi wilde hem graag winnen. En Aikje zegt, ja, maar dit ga je toch ook met je ploeg toch niet 3 weken volhouden? Dat je in het eerste weekend al zo aan het rijden bent. En toen vertelde Aikje, want blijkbaar heb ik dat een keer gezegd in de bus, dat je de eerste week moet je gewoon saai rijden. Ja. Dat heb ik toen in de Giro gezegd met Tom, Tom gewoon saai. Gewoon, het is nog ver, het is nog lang. Ik heb grote rondes gereden dat ik... Colin, vriendjes van advocaat, weet ik veel. Ja. Dan zat ik in de Giro in 2009. En dan zat ik in de derde week te denken van... Weet je hoe lang 3 weken geleden is? Toen was Colin dit en dit aan. Ja. Hoe lang 3 weken op je werk is, hè? Dat is echt lang. Het is wat Thomas zegt, dat klopt helemaal. Ja. Het is aan het uitsmeren. We zijn op dag 5. Het is de kunst. En ik kan me ook voorstellen dat als je jonger bent... en nog minder grote rondes hebt gereden... dat je dat minder... een plek kan geven, maar het is de kunst om
om in 3 weken te denken. Echt ja. In 3 weken. Ja, en ga je dus even niet op je stoel. En Vingegaard denk niet heel saai, hè? Want de laatste kilometer voor de meet gisteren op een circuit rijdt hij in de tweede positie. Dus hij is heel fel in de finale. Maar ik denk dat Zeeman... Maar dat is ook nodig. Dat is, maar dat is een heel ander verhaal dan zeg maar wat Pogacar aan het doen is. En dan zien we de eerste weekend al voor de zogenaamde kenners, wat wij ook zijn op een manier natuurlijk, van ja, en hij rijdt niet mee, Vingegaard en dit en dat. Maar hij heeft vorig jaar misschien wel als iets mindere wielrenner, heeft hij wel de Tour de France gewonnen. Het weer. Super. Echt. Ja, ik keek net naar buiten. We zien de toppen vandaag voor het eerst liggen. Misschien toch nog. Nee, we gaan vandaag niet, hè? Nee, we gaan vandaag niet. Voorspelling van de dag. Lauw hoofd. Rationeel. Gewoon berekenend. Functioneel. Dat kan jij. Even laat die emotie even niet meespelen. Oké. Het meest logisch zou zijn Poggi. Ja, Poggi. We hebben het erover gehad. Ook hard? Hard niet, nee. Nee? Hard zou ik mooi vinden als er een hele degelijke kopgroep is. En dat zijn dan echt goede renners. Felix Gall. Ja, ik wou het zeggen. En dan wint Felix Gall. Ja. Ja, maar nee, dat is geen hard. Nee, maar dat is wel hard als het op een manier is dat ze de hele dag voorop hebben gereden. Ja, dan is daar wel je hoed van af te nemen. En dat ze daarachter het niet is gelukt om... Want dan hebben wij een hele mooie dag gehad voor de televisie. Het is eigenlijk gewoon een showdown tussen Pogacar en Maar misschien Gal. Even makkelijk om een knipje te zetten voor de mensen thuis. Ja. Als jullie later de televisie aanzetten en jullie zien een degelijke kopgroep en die hebben maar 2,5 minuten en dan wordt er achter hard doorgereden en UAE is op kop aan het rijden, dan wint waarschijnlijk gewoon Pogacar aan het einde. Oké. Okay. We gaan hem aantrappen. En die finale, die moet nog even over hebben. Die loopt een beetje bergop, hè? Dat is echt wel op zijn lijf geschreven. Dus ook voor die vluchtgroep. De laatste kilometer. De laatste kilometer wordt ook een mooie kilometer. Maar en de afdaling naar de finish, vinden we daar nog wat van? Of hoort het erbij, Tho? Nou ja, weet je, ze vallen op motorcircuits. Ja. Ze vallen als de bocht een beetje in, of als het van aard gewoon keurig zijn benen stilhoudt en niet het gat induikt. Ja, weet je, als het dan het gaat vaak bijna altijd goed. Als je een berg op gaat, moet je ook weer bergen af. Het is vervelend, het is met de billen knijpen. Het is aan de renners om het een klein beetje veilig te doen. Precies, dat wilde ik zeggen, want ook gisteren. Het ligt ook voor een heel groot gedeelte bij de renners, toch? Ja. En dat is vandaag ook, als jij daar op de Marie Blanc, weet ik veel. Stel, Poggi en Jonas zijn bij elkaar. Dan hoop ik wel dat ze zo slim zijn. Dat ze niet elkaar bergaf nog steeds onder druk gaan zetten, toch? Nee. Nee, want dan ook dan is het nog 2,5 week. Ja. Dat is wel misschien aan iemand ook een beetje in de auto. En ik denk dat het wat makkelijker voor Vingegaard luisteren is dan voor Pogacar. Omdat het, er is zoveel fanboy ook in de auto bij UAE. Thierry Gouvenou zegt over die laatste, dus die laatste 4 kilometer van de Marie Blanc, teringstijl. Maar de afdaling, de wind blaast meestal gunstig in de rug na de laatste afdeling. Dus het laatste stuk was 7 kilometer. Volgens Gouvenou. Gaat snel. Dat is dan weer onveilig. Jammer toch die weg. Klaar voor, Lau? Voor heb ik het niet over de etappen? Nou, ja? Ik ga havermoutje maken. Jij kan laat dus opstaan, het stokboot maar zitten. Jij kan opstaan 's ochtends en dan doe je even, knijp je even. Ja. In orde. En wat was vanochtend? Ja, in orde. Heb je gevoeld dat je gefietst hebt de laatste dagen? Voel je dat vanochtend? Nee. Gisteren 4 uur, 2 kollen van de buitencategorie. Voelt die jongen niet. Nee. Doet ik, voelt hij dat. Nee. Maar hij voelt het. Want weet je waarom? Bram zit tussen zijn oren. Ja. Onder zijn huid. Bram gaat hem pakken. Bram gaat sluit hem af. Nooit, even met het idee. Bram gaat hem nooit pakken. Thomas. Weet je, mijn Poulain, hè? Thomas, LTD. Je hebt er al vaker naar gezegd. LTD. Brammy boy. Nee, jongen. LTD klinkt gewoon veel beter. We sluiten de dag af. Het gaat Brammy om boy. Brammy boy. Het gaat erom wie als eerst boven is, hè? Niet wie de bloemen aan de meet, Steve. Bloemen aan de meet. Ronde. Gissen van de ronde mis. We gaan eraan beginnen. Accessoire. Kom maar bij mij. In mijn armen. Ik zal u beminnen. Doe vergeten. Kom maar bij mij. Viens à moi. Au cœur de mes bras. Je t'aimerai. Te faire oublier. Viens au Vincent. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Ja.